Een heel verhaal, maar we hebben een voorbeeld van haar ouders. Die zijn verleden jaar samen uit het leven gestapt. Iedereen die reist, heeft er een bij zich. En vandaag mag ik schaamteloos nieuwsgierig zijn. Ik ben heel benieuwd, welk verhaal vertelt de tas? Meneer? Oh, bellen. Oh, ja, die is aan het bellen. Dat heb je ook wel eens natuurlijk. Goedemorgen. Mag ik jullie wat vragen? Iets geks? Iets geks, ja. Natuurlijk mag dat. Mag ik in uw tas kijken? In welke tas wil je kijken? Nou, daar gaan we. De tas van Harry en Hilde. Maar vooral van Harry, toch? Nou, nee. Harry en Hilde. Maar Harry, hij is zwaar, dus Harry moet tillen. Oké. Krantje, altijd handig. Een krant bij. Een broodje. Waar gaat de reis heen? Naar Vlieland. Samen op vakantie. Hoe lang doen jullie dat al? 47 jaar. Zo lang al samen? Ja. Wat maakt jullie zo mooi samen, vind jij? We zijn allebei bewegingsmensen. We houden allebei van onze kinderen. Kleinkinderen. En vooral bewegen bindt ons, denk ik wel. Het meest blij worden van de fietsvakanties. En dat houdt misschien een keer op. Denk je daar al eens over na? Als je nou ver in de toekomst kijkt en jullie zijn twee stokoude, romantische, verliefde mensen. Wat ga je dan doen? Een heel verhaal, maar we hebben een voorbeeld van haar ouders. Die zijn verleden jaar samen uit het leven gestapt. Toen we dus echt niet meer, fysiek niet meer konden. Geestelijk helder tot de laatste seconde. Het fysieke pijn is altijd erg. Die mensen hebben tot haar vader, tot zijn 93ste, heeft hij nog gewoon gefietst. En moeder was ook altijd actief tot de laatste minuut. En je geeft aan, zij zijn samen uit het leven gestapt, letterlijk samen? Ja, onder begeleiding natuurlijk van een euthanasiearts. Het verhaal van acht was voor hun eigenlijk een paar maanden daarvoor. Ja, en dat was wel heel bijzonder. Ja. Hoe ze dat gedaan hebben, hoe ze dat meemaakten, hoe ze eraan geleefd hebben. Nou, dat voorbeeld is wel een mooi voorbeeld hoor. Ik ga nog even lekker graaien hoor, met liefde. Zit er nog iets in waarvan je zegt, nou, dat moet je echt even zien? Ja, die, ja, kijk. Er moet altijd een spelletje mee. Dit gaat bijna nooit open. Maar het is wel altijd mee. Nou, laat ik heel eerlijk zeggen, van de laatste 8 jaar vakantie, denk ik dat het 1 keer het spelletje Jassé is. Maar wel altijd mee. Hij moet mee. Is het iets moois om samen te vertrekken? Het verhaal van haar ouders is wel helemaal bijzonder. Maar het is niet omdat het mooi is. Zij liet elkaar tot op de laatste, en dat is wel het voorbeeld, tot op de laatste seconde vrij. Dus ze mochten samen, maar ze hoefden niet. Met zo'n voorbeeld ga je wel nadenken van, god, hoe gaat het straks? Er is een moment dat het niet meer kan, denk ik. Maar tot die tijd blijven wij fietsen. Heel mooi. En dit verhaal komt dus uit die tas, hè? Moet je nagaan. Mag ik jullie heel erg bedanken. En vooral ook een hele mooie reis toewensen samen. Dankjewel. Ja, dat is een mooie gedachte. Samen de keus maken wat je eindstation is. Ik hoop dat dit vrolijke stel nog heel lang onderweg is. Dus die eerste periode van backpacken heb ik ook een tijdje volgehouden. Maar toen ben ik weer teruggegaan naar huis.